Bij het verbranden van huisvuil en bedrijfsafval in afvalenergiecentrales blijft bodemas over. Nu wordt bodemas bij afvalenergiecentrales nog op de gebruikelijke manier opgewerkt tot een IBC-bouwstof. Traditioneel opgewerkte bodemas wordt bijvoorbeeld toegepast op het groene schip. Afvalzorg en ballast Nedam werken bodemas verderop tot een vrij toepasbare bouwstof, zodat het zonder IBC-maatregelen in civiel technische werken toegepast kan worden. Bodemas wordt gebroken. Dit komt het wasproces ten goede en maakt het materiaal gelijk geschikter om metalen eruit te halen. In de omgebouwde grondreinigingsinstallatie van Ballast Nedam wordt de bodemas gewassen en nagespoeld. Grove en fijne delen worden tijdens het wassen van elkaar gescheiden. Het wasproces maakt het tevens mogelijk om de metaalterugwinning te verhogen. Het proces resulteert uiteindelijk in zand, granulaat en slip. Granulaat en zand worden hergebruikt. Het slip waarin de verontreinigingen uit de bodemas zijn geconcentreerd, wordt gestort. Het gewassen granulaat en zand kan direct voldoen aan de eisen voor vrij toepasbare bouwstoffen. Afhankelijk van de kwaliteit is het toevoegen van additieven noodzakelijk. We hebben verschillende proefvakken met gewassen bodemas aangelegd. De gewassen materialen zijn gemengd met verschillende additieven in diverse verhoudingen. Om de maand vinden analyses plaats om milieueffecten op de lange termijn te bepalen. Ook onderzoeken we de civiel-technische eigenschappen van het materiaal in de praktijk. Wat afvalzorg en Ballast Nedam ontwikkeld hebben lijkt misschien simpel, maar dat was het zeker niet. De afgelopen 4 jaar zijn we tegen veel uitdagingen aangelopen. Dat kwam vooral omdat de kwaliteit van de bodemas altijd verschillend is. Na de nodige hobbels in het onderzoek en heel veel testjes en uitloogproeven zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met de Katholieke Universiteit van Leuven. Op basis van onze chemisch-technologische kennis doen wij al 25 jaar onderzoek in verband met afvalstoffen. Voor ons is het van het grootste belang dat van de zaken die we ontwikkelen, dat er daar tenminste een gedeelte in de praktijk worden toegepast. De KU Leuven kon afvalzorg en Ballast Nedam dan ook inzicht geven in de mechanismen die achter het uitloogsysteem van zware metalen op lange termijn zitten. Zo zijn we te weten gekomen dat het mogelijk is om bepaalde probleemstoffen vast te leggen door additieven toe te voegen. We trachten ook te begrijpen wat er daar precies gebeurt. En uiteindelijk trachten we op basis daarvan dat te modelleren, zodanig dat we ook voorspellingen kunnen doen naar het gedrag. Met deze samenwerking konden we bereiken dat we de puntjes op de i konden zetten in de ontwikkeling naar een vrij toepasbare bouwstof. Ik denk ook een samenwerking waar we allebei iets aan hebben. Dus een win-win situatie zou ik zeggen. Door uitgebreide analyse vooraf is de bodemas na wassing gereed om gelijk gebruikt te kunnen worden. Hierbij kijken we niet alleen naar het gebruik op korte termijn, maar monitoren we ook de toegepaste bouwstof op lange termijn. De vrij toepasbare bouwstof wordt succesvol toegepast als vervanger van menggranulaat in de fundering van het parkeerterrein van de nieuwe gevangenis in Zaanstad. De ambitie van afvalzorg om bodemassen te reinigen tot vrij toepasbare bouwstoffen sluit naadloos aan op de Green Deal. Die is afgesloten tussen onze branchevereniging, Vereniging Afvalbedrijven en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De locatie Nauwena leent zich uitstekend voor deze bewerking, omdat het ligt aan diep vaarwater, het Noordzeekanaal. En dat Noordzeekanaal is hier op deze plaats brak. En dat houdt in dat het zoute water wat je krijgt bij het wassen van bodemassen geloosd mag worden. We zijn bezig een loswal te ontwerpen aan het Noordzeekanaal. Die komt hiervoor te liggen. En die loswal geeft dan een uitstekende mogelijkheid om schepen te lossen en die hier op het bedrijventerrein die bewerkingsactiviteiten uit te voeren. Deze toplocatie wordt het bewerkingscentrum voor de bodemassen in de Randstad.